Zo verbouwt restaurant Vermeer groenten bovenop het dak. En ze halen er in de zomer ook nog iets anders vandaan. We hebben hier twee bijenkorven. En dit zomer hebben wij van de twee korfjes kunnen zo'n 50 kilogram honing vanuit de beurt kan oosten. En hoe smaakt het? Super, natuurlijk hè. Ook restaurant Bolenius heeft een eigen moestuin midden op de Zuidas. Hier staan zelfgekweekte aardperen dit jaar op het kerstmenu. Chefkok Luc Kusters merkt bij zijn gasten dat de vraag naar lokale producten steeds meer toeneemt. En zeker qua eetpatroon met groente. Groente is stijgend in verhouding op de kaart. Omdat er meer vraag is van gasten naar groente, komt er in de keukens ook meer aandacht voor groente en wordt de groente weer beter. Dus je krijgt echt groentegerechtjes. Toch denken de koks niet dat er nu alleen rond de feestdagen bewust wordt omgegaan met eten. Bij trends gaat het vaak over. Ik denk dat dit meer noodzakelijk is voor de toekomst en alleen maar groter wordt. Nee, het is absoluut geen trend. Ik heb altijd zo gewerkt, altijd zo gekookt. Je ziet dat veel restaurants gaan zo'n manier werken. Maar ik hoop het wordt geen trend, omdat een trend is it's gewoon een korte periode. En dat die duurzaamheid ertoe leidt dat chef-koks tegenwoordig soms ook halve landbouwers zijn, dat vinden ze niet zo erg. Je moet kunnen genieten van de kwaliteit die er terugkomt. Als je dat niet kunt waarderen, dan moet je ook die energie er niet in steken.